Wist je dat meer dan de helft van de automobilisten hun bandenspanning nooit checkt? Waarom is deze pilot voor jullie als FACO belangrijk? Nou, deze pilot past eigenlijk helemaal in waar we als FACO voor staan. En dat is zorgen dat mensen bewuster zijn van het belang van banden. Want banden zijn essentieel voor de verkeersveiligheid, maar natuurlijk ook voor je brandstofverbruik en gewoon de kosten die je als automobilist hebt. En we zijn heel blij dat we door deze pilot mensen bewuster kunnen maken van hoe het met hun banden gesteld is. Met de spanning, maar ook met profieldiepte en slijtage. Als je nou altijd op de juiste bandenspanning zou rijden, wat zou je dan jaarlijks kunnen besparen? Dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar de gemiddelde automobilist met een gemiddeld aantal kilometers zou ongeveer 100 euro per jaar aan brandstof besparen. Jasper, jij bent van het Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Dus jullie ontwikkelen auto's die rijden op zonne-energie. Ja. Hoe belangrijk is bandenspanning voor jullie? Dat is voor ons heel belangrijk. Want hoe harder je banden oppompt, hoe minder rolweerstand je hebt. Maar je wil ze ook niet te hard oppompen, want dan heb je weer minder grip. En heb je geen controle over je auto. Dus ja, het is best wel belangrijk dat de bandenspanning echt goed is. Nou, dan gaan we die maar even checken. Ja, laten we dat doen. Peter, we staan hier bij het bandenmeetsysteem, de drive-over reader. Dus hier wordt de bandenspanning gemeten, de profieldiepte en de uitleiding van de wielen. Maar hoe gaat het nou precies in zijn werk? In het voortraject, als het voertuig er overheen rijdt, dan rijdt het als het ware over een aantal lasers heen. En die lasers die meten de profieldiepte van de band. Daarnaast rijdt hij over een aantal druksensoren waarmee we de footprint van de band bepalen. En uiteindelijk, middels een rekenmodule, bepalen we op die manier de bandenspanning. Ja, en dan komen we hier en dan zien we dus de uitslag. Ja, nou, het mooie is dat het kenteken van het voertuig wordt gescand middels een camera. En op basis daarvan rapporteren we de bandinformatie op een display. En dat je ziet, groen is goed, dus de consument hoeft niks te doen, hij kan doorrijden. En als het rood is, dan kun je dus je banden of laten oppompen of je moet helemaal nieuwe banden hebben. Nou, als het rood is, kun je een ticket uitprinten. Met dat ticket kun je direct actie ondernemen door middel van de bandenpomp die er staat. Maar je kan ook naar de dichtstbijzijnde banden die naartoe gaan om de banden te laten controleren. Op bandenspanning, profieldiepte, maar wellicht dat je ook een uitlijnadvies hebt gekregen. Erik-Jan, als ik hoor Gamma, dan denk ik niet meteen aan bandenspanning. Maar toch werken jullie mee aan het initiatief. Het is wel een autolocatie, een bouwmarkt. Dus er komen zo'n 8000 klanten per week bij ons, merendeel met de auto. En wat wel een mooi voorbeeld is deze bandenpomp. Die hebben we naast die plaat gezet ter controle. Hè? Dat is de bandenspanning kunnen controleren of het allemaal klopt. Alleen hij is al 70 keer gebruikt de eerste week. Zonder dat we er enige aandacht aan besteden hebben, hij is alleen neergezet. En dat geeft eigenlijk dus ook wel weer aan dat die klant dit wel als een iets ziet van hé, daar word ik bij geholpen, die ga ik gebruiken. Daar bespaar je weer CO2 mee, je rijdt veiliger, je bespaart ook nog eens geld. Dus uiteindelijk past dat in onze klantontzorging, zeg maar. Met de juiste bandenspanning rijd je dus veiliger, zuiniger, schoner en stiller. Dus check je bandenspanning.